Yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie de laatste, maar zeker niet de minste, live commentary van het nieuwe mappack Uprising. Vandaag spelen wij op Vertigo en dit is een hele leuke map. Het is een soort van toekomstmap. Hier worden zeg maar alle score streaks gemaakt van Black Ops zeg maar. En ja, vandaag gaan wij ik denk met de NPC-server spelen. En als het niet wat wordt, gaan we gewoon met de Peacekeeper, want er zijn aardig wat plekken waar ik goed kan spelen met de NPC-server dus. En we spelen weer met dezelfde core streaks als de vorige keer. UAV, RCXD en Hunter Killer Drone, de hoogste core streaks van de hele game. Nu wel de laagste. Maar ja, ik vind het gewoon grappig en het is gewoon leuk om ermee te rotsen zo, hè. Dus even kijken. Het gaat me niet om de killstreaks, het gaat me gewoon om de fun. En die killstreaks zijn gewoon een leuke bijkomstigheid. Kijk, hup, dat is één. En dat is niks. Even kijken. Net faal, Ronald. Nou, ik heb één kill. Jongens, dat is pro. Ja, yeah, buddy. En dit is zeg maar de hotspot van de hele map altijd. Want ze komen altijd van 1 miljoen plekjes hier. Dat is een kill. Oh, die was nice. Dat is geen kill, zo te zien. Oké, verhaal. Nou ja. Kom dan met zijn handgun. Even kijken. Nou, ik moet toegeven, ik vind dit een leuke map. Dit is echt weer zo'n map waar je goed gun game op kunt spelen. Gun game, by the way, jongens, ga ik ook mee beginnen. Ik ga gewoon heel veel Black Ops 2 posten de komende tijd. Want ik vind het gewoon grappig, zeg maar. Nee, komt niet meer met zijn handgun. Is dat weer dezelfde kerel als gisteren? Ja, dezelfde kerel als gisteren. Godverdomme. Ik had gisteren ook zo'n lastige kill. Zat ik met die handgun een beetje te rotzooi. Ik ook helemaal gek van. Is hij dood? Nee, hij is niet dood. Is hij wel dood? Ja, nu is hij wel dood. Goed. Hoe sta ik? Ja, 3 op 3. Whatever. Huh, spring erin. Oh, erop, dat mag ook. Wee. Oh, oké. Huh. Nee! Oh, mami. Het is ook gewoon, dat moet ik ook helemaal niet eens springen. Want dat is gewoon de hotspot van de game. Net zoals Mirror Hearts, dat cirkeltje. Dus dat is net zoals dat. Even kijken, goed. Hij heeft met zijn hal te kunnen, hoor. Komt hij weer, komt hij. Nee, daar komt hij. Ja, ik heb hem. Mooi zo. Even kijken, goed. Oké. Ik ga weer even daar naartoe. Ik heb geen flashbacks, ook geen granaatjes, geweldig. Ben je goed? Ja, je hebt het goed, oké. Weet we dat ook weer? Je hebt het niet goed, jij gaat dood. Je hebt het ook niet goed en ik ga wel dood, oké. Ja, ik moest reloaden en ik had al damage. Nou, dat is gewoon een hopeloze zaak. Even kijken. Even kijken. Nee, ik wil geen type 25. Waarom keek ik naar de muur? Dombo dat ik ben. Oh, 5 op 6, niks en negatief. Nee, maar ik ben niet uit. Als ik maar positief eindig. Want daar gaat het om. Wow, dit is dat robot ding. Oh, kogelvrij. Dat is wel chill dat ze dat ook echt maken. Kogelvrij glas. Dit is ook ergens zo'n ding. Dat is dat dingetje, maar dan kleiner. En dat kun je overhoop knallen. Dat is wel grappig. Even kijken. Ik vind dat ze die killstreak echt gewoon moeten toevoegen. Dit snap ik gewoon niet. Kerel, ga gewoon ophouden met die vermikte handgun van jou en ga die fucking game gewoon spelen. Jezus, gewoon een kleine tip, hè. Mijn god, oké, hier was ik toen het doodgemaakt. Oké, waarom is dat weer goed? Oké, dat valt. Holy shit. Nou, nu gaat het beleven. Nu gaat het beleven, jongens. Huh? Nee, oké. Huppakee, nog een kill, jongens. Dan heb ik alweer mijn score streaks gehaald. Dan ben ik gewoon die best. Man. Even kijken. Best spannend. Ik wil mijn score streaks graag halen vandaag. Oh mijn god. Ik schrok even. Even kijken. Hier wil ik niet heen. Waarom loop ik hier langs? Dat moet helemaal niet. En daar wil ik eigenlijk ook niet heen. Oh mijn god, is de kill met die handke maar een heel eind van mij wegblijft. Nee! I've got you. Dat zal. Nee, ik zat achter dat ding. Nee, niet hij weer. Mogol dat hij is. Oh mijn god. Nee, niemand. Dit is wel een spawn. Tenminste, hè. Yeah, nee. Oh, mijn god, waarom had hij me niet dood? What the fuck? Pruh, lol. Waarschijnlijk iets van lek of zo. Nou ja, ik sta 8 op 9. 9 op 9, oké. Scavenger. Altijd handig. Lekker voor kogels. Jee.
shotgun, kerel. Wat heb je daar nou aan? Je hebt niks aan shotguns op deze map. Laat me je dat... Ik snap het niet. Ik word gewoon geïnstakild. Kijk, ik ben ook wel goed met die handgun. Maar ik word gewoon geïnstakild. En dat slaat gewoon fucking nergens op. Oké, waarom ben jij niet dood? Assist, whatever. Ah! 10 om 11. Goed, ik ga ophouden met steeds over die dingen te praten. Want dat is gewoon niks aan. Bouncing Betty, oftewel vliegende UFO's. Oh, jongen. Door de fucking deur. Vind je die? Ja, dat dacht ik dus wel, oké. Lacht hij daar, hoor. Beetje moe te zijn, ben je moe of zo? Moet je liggen. Moet je even naar bed, moet je even rusten. Even een tukje doen, even een uiltje knappen. Word helemaal gek van die lui. Even kijken, die deuren zijn wel te cool. Dat moet ik echt gewoon aangeven. Best wel chill dat ze daar zo Vital Warship hebben staan. Nou, dan word ik gekild hier, let op. Nee. Holy fuck, ik heb je gered, kerel. Je hebt het goed, het is naar onze spawn weer, oké? Brandblusser. Wow, jongen, die brandblussers die zijn van diamant gemaakt, man. What the fuck gewoon. Oké, ik ga die kerel dan gewoon killen, want ik ben helemaal zat met hem. Oké, hij is al dood. Ik hoef dat toch niet, even kijken. Oh, dit is wel chill, dat zei dus ook in de trailer, maar dat is wel... gewoon episch, oh mijn god. Ik vind gewoon, ze moeten de namen gewoon er weer boven zetten van goed of slecht. Want ik giet... Die kerel... Heeft nu een double kill met een fucking R6D. Of nou, met een fucking Bouncing Betty eigenlijk, hè. Kijk, ja, hi, nee, oh, jammer, weer dood. Kom op, even met mezelf bij elkaar rapen en gewoon even positief eindigen. En dan hoef ik nooit meer live commentaries te doen. Oh, nee. Nou, jongens, dit was de laatste live commentary in deze serie. Ik ben 9 van de 10 keer positief geëindigd. Dus, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ik ga jullie vragen om even wat likes achter te laten. Dit was de laatste live commentary van de nieuwe map packs. Dus hopelijk vonden jullie ze leuk. Zo ja, vertel dat mij dan even. En als ik iets beter had kunnen doen, vertel het mij uiteraard dan ook even. Maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Subscribe, like, favorite. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer Call of Duty live commentaries. Later mensen.